Heren, hier ben ik weer en ik heb vandaag voor jullie een review van de Naked Skin Foundation. En ik heb de kleur 2.0. Dat kan je ook zien in mijn vorige shoplog als je die nog niet gezien hebt. En ja, dit is dus de verpakking zelf. Het moet een Weightless Ultra Definition Liquid Makeup Foundation zijn. Dus eigenlijk... ik weet niet of ze iets zeggen over de coverage. Het zegt dat het zou voelen alsof je niks draagt, maar het transformeert toch in je gezicht. Het lijkt natuurlijk illuminated, dus ja, wat lichter, wat shinier. Nu, ik heb genoeg highlight erop. En bright, dus ook helder, zeg maar. Ja. zoals de mooie huid waarmee je bent geboren. Het is het is gewichtloos of heel erg licht. En is eigenlijk zowat onzichtbaar. En moet eigenlijk... een flawless demi matte finish geven. En het zegt ook dat er zeg maar heel veel... dat het ook echt goed is voor je huid. Nu, ik heb dus de kleur 2.0. Ik ben daardoor gematcht geweest. En dit is echt voor mij de perfecte kleur. Ik heb hem nu ook op. En ik heb ook even een fragmentje waarin ik het opdoe. Kijk. Keileuk. Nee, het is inderdaad een heel erg dunne... gewichtsloze foundation. Je voelt hem echt niet zitten. Ik voel hem toch niet zitten. Het is niet zo alsof je echt voelt dat je heel cakey bent. Dat heb je sowieso ook niet echt, vind ik. Ik vind niet dat ik cakey uitzie. Ook niet zeg maar in de spiegel. Ik vind niet dat de foundation mij cakey maakt. Dat moet ik heel erg zeggen. En ik vind ook niet... je hebt van die foundations die je aandoet... en dat je heel erg doorvoelt van, ik heb foundation op mij. Dat heb ik bij deze helemaal niet. Dus ja, dat vind ik toch een voordeel. Dat je het eigenlijk niet voelt zitten en dat het inderdaad ook heel mooi versmelt met je huid. Het is inderdaad een demi-matte finish. Zoals je misschien in het clipje kan zien. Eens je het aanbrengt, is hij zeg maar een beetje glimmend. Omdat hij natuurlijk ja, gewoon liquid is. En daarna droogt hij een beetje op. En is dus, gaat niet opdrogen tot een compleet matte finish. Maar is niet helemaal glimmend ook niet meer. En daardoor wordt het zeg maar heel erg mooi huid. Want je huid is natuurlijk ook niet volledig 100% mat eigenlijk. Maar is ook niet glimmend. En daardoor zorgt het eigenlijk voor een heel mooi natuurlijk effect. Zelfs als je het niet zou afpoederen. Ja, ik vind het echt een heel mooie foundation. Past ook heel erg mooi bij mijn huid. Het is de eerste foundation die ik heb die echt mijn huid 100% matcht. En daarom vind ik hem natuurlijk ook zo leuk. Omdat ik zeg maar eindelijk foundation heb die echt exact mijn huidskleur is. Ik moet zeggen, ik gebruikte hiervoor de Catrice All Matte Plus foundation. Het is net iets lichter. Maar die is dus mat, zoals de naam al zegt. En ja, ik heb het gevoel dat hij bij heel erg matte foundations af en toe dat cakey gevoel sneller krijgt. Omdat je dus, ja, het is gewoon mat en your face isn't mat. Dus ik weet niet. Daarbij heb ik het net iets sneller dan bij deze. Dus dat vind ik al een heel erg goed ding. Dus ook bij één pompje kan je eigenlijk heel je gezicht bedekken. Maar dan is hij zeg maar niet super dik. En dus hij zeg maar, ja, hoe zeg je dat? Ja, als je twee laagjes aanbrengt, is hij super dikkend. Maar als je slechts één laagje aanbrengt, is hij zeg maar half dikkend. Half coverage. Dus ja, als je twee laagjes aanbrengt, is hij echt full coverage. Maar het is eigenlijk midi.
half coverage. Huh? Het is moeilijk. In ieder geval, als je één pompje aanbrengt, gaat die de grote. Gaat hij zeg maar wel heel je gezicht bedekken. Maar gaat hij zeg maar de. Ja. Gaat hij je huid zeg maar nog een beetje laten doorschijnen? Niet veel, maar zeg maar als je bijvoorbeeld, zoals ik, wat rodere wangen hebt, dan zal dat ook door die foundation komen als je slechts één pompje gebruikt. Als je twee pompjes gebruikt, dan is die echt wel full coverage. En zie je zeg maar bijna niks meer door. Maar toch blijft die heel erg, ja, natuurlijk heel erg licht, zoals ze eigenlijk ook zeggen. En het voelt ook niet alsof je echt lagen en lagen make-up op hebt. Het lijkt echt gewoon inderdaad alsof je even iets opdoet. Het voelt zeg maar als, ik weet niet, een soort van lichte serum of zo dat je aanbrengt. Maar het geeft echt wel full coverage. Ja, nu moet ik zeggen, je kan in dus het clipje kan je al zien hoe de foundation op zich eruit ziet. Maar hier zie je dus hoe het eruit ziet met zeg maar wel een full face. Bovenop, dus met contour, bronzer, highlighter, blush, alles en ook wat settingpoeder om het zeg maar goed te laten zitten. Ook al heeft hij dat eigenlijk niet nodig. Zeker als je voor een super, ja, een super naturelle look gaat en je zegt van ja, ik wil gewoon een beetje aanbrengen en zeg maar, ja. Dan geef ik gewoon één pompje. Heb je geen setting powder echt nodig. Ik had het nu wel nodig met mijn concealer. Maar voor de rest had de foundation het zelf eigenlijk niet echt nodig. En dat vind ik toch ook handig. Dat je eigenlijk zo'n stap al zou kunnen overslaan. Want ja, als je zeker voor gewoon... Je bent bijvoorbeeld in haast, maar je wilt wel gaan voor een wat chicere look. Eén pompje van deze. En ja, je huid ziet er al veel beter uit. Als je toch nog wat meer tijd hebt en je wilt wel gaan voor een volledige full face. En je gaat ook contouren of zo. Of je bent gewoon meer fan van een full coverage foundation. Twee pompjes. Ik bedoel, je kan het er gewoon mee maken. En het is inderdaad geen lichte coverage. Had ik ook niet verwacht. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben heel blij dat die... zo goed dekt en dat je het ook wel een beetje kan opbouwen. Ik bedoel, ik wil niet elke dag als ik foundation op heb een super perfecte doll face zoals ik die heb. Nee, maar dat is nu helemaal zo. Ik wil dat niet altijd. En daarom vind ik het ook wel gemakkelijk dat je het zeg maar wel kan opbouwen. Hij geraakt gemakkelijk aan die full coverage en gaat daardoor niet zwaar voelen of zo. Het is niet zo dat je de comfort moet gaan opgeven om dan wel de full coverage te krijgen. Helemaal niet. Het voelt exact hetzelfde of je nu twee pompjes of één pompje doet. Je kiest het helemaal zelf. Het hangt er gewoon vanaf waar jij die dag meer zin in hebt. En ik moet zeggen, ik vind het een heel erg leuk product. Ik ben heel erg fan van deze foundation. Ook wat ik heel erg leuk vind, je moet zeg maar schudden. En er zitten zeg maar bolletjes in. En ik had zeg maar iemand zien reageren op iemand anders review van deze foundation. Want ik heb toch zeg maar wat opgezocht voor ik hem gekocht had. Want ik bedoel, het is een beetje een splurge. Kost €37, als ik me niet vergis. En ja, dan hoop je toch wel zeker... Ja, ik was op zoek naar een full coverage foundation. Als je dan een foundation hebt die niet zo... niet zo goed dekt op die zeg maar ja, de dekking geeft die bij één pompje heeft, maar dan weer niet zo goed kan opbouwen, ja, dan is het niet zo leuk, weet je. Dat is niet waarvoor je geld aan uitgeeft. Dus ik had wat reviews opgezocht en daar zag ik in de comment dat dus Urban Decay, ja, hoe noem je het? Stedelijk verval, eigenlijk, als je het letterlijk vertaalt. En butchers hold the name. Maar dat dus, zij staan heel erg voor street style. En dat dus dit, wat een beetje
klinkt als een graffiti bus die je gaat shaken, maar dan niet. Het is, de liquid is natuurlijk net iets dikker en ja, weerhoudend voor die balletjes dan bij graffiti. Maar dat ook echt wel de bedoeling was, omdat zij dus zo street style geïnspireerd zijn, urban. Ik bedoel, Urban Decay, you done it. Ik vind het ook echt een heel erg mooie verpakking. Het is maar ook gewoon een grotere, dikkere versie van hun concealer. Die ik trouwens ook nog wil kopen, maar die hadden ze toen niet in stok. Dus die moet ik misschien nog eens bestellen ofzo. Maar ja, ik vind het echt gewoon een heel erg mooie foundation. En ook gewoon hun gunmetal verpakkingen vind ik echt heel erg. Ja, dat is ook echt die street style. Urban Decay is gewoon een heel erg leuk merk. En dit is echt een heel erg goede foundation. That's what I think about it. Dus ja, dit was mijn review van deze foundation. Want ik kan nog wel 3 uur blijven praten over deze foundation. But I'm not gonna. Okay? Ja, dus dat was het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als het zo was, doe dan zeker een duimpje omhoog. En ja, dan zie ik jullie volgende week weer met een nieuwe video.